Dag meneer Versnik, u moet werken vandaag. Ik werk zeer graag op een personeelsfeest, want een personeelsfeest is danken van het personeel en dat we daarbij aanwezig zijn als leden van het college. Symbolisch weliswaar, om ook ons steentje bij te dragen, is een blijk van waardering en appreciatie. Hoeveel mensen zijn hier al op dit moment? Oh, moeilijk in te schatten, ik denk een 1500. We verwachten een 3.000-4.000 mensen op een personeelsbestand van 5.000. En hoe lang staat u hier achter de toog? Wel, ik sta hier nu een uur achter de toog, maar nu sta ik naast een toog. Want nu verdien ik samen met collega Balthazar een welverdiende rustpauze en drinken we samen een pintje. Meneer Balthazar, u kijkt uit naar dit feest, veronderstel ik? Ja, het is inderdaad zeer plezierig. Het is veel plezieriger om een keer mensen met wie dat je samenwerkt op een andere manier te ontmoeten. Zijn er vaak nieuwe mensen die je ontmoet hier? De stad Gent is zo groot natuurlijk dat er mensen zijn die ik niet ken. Hè. Er werken 3.500 mensen bij de stad zonder onderwijs en zonder politie. Dus met die twee erbij is dat zelfs meer dan 5.000. Dus je kan onmogelijk iedereen kennen. Ja. Wordt het vandaag nog laat voor jullie? Zeer laat zal het niet worden, denk ik. Want ik heb jonge kinderen en die zijn er doorgaans tegen 6:30, 7:00. Maar als het echt plezant wordt, dan zal het misschien nog laat worden. Ja. U staat met een mooie pint. Heeft u die zelf getapt? Wel, de pint die ik nu aan het drinken ben, die is getapt door Resul Tapmas. Maar voordien heb ik er nog een paar zelf getapt. En Geert Versnik heeft er ook getapt. Eigenlijk waren ze iets beter getapt, moet ik toegeven. Maar ze zijn even cool.